Nancy Feber, ik kom uit België. Ik werk momenteel voor de Belgische Tennisbond, Tennis Vlaanderen. Ik heb eigenlijk het leuk nieuws dat ik bijna 15 jaar geleden hier zelf heb mogen deelnemen. En we waren hier tweede, dus eigenlijk een super ervaring. Nu, ik was hier nog nooit geweest, dus het is een nieuw park. Ik vind het ontzettend gezellig. En hier hangt zo'n leuke sfeer en het is gewoon fantastisch om te zien hoe die kinderen gewoon met elkaar omgaan, net als familie. En ik denk dat het wel belangrijk is dat die kinderen zich ook goed voelen in het toernooi en dat, ja, dat het een leuke sfeer is en dat ze gewoon uiterst kunnen doen wat ze moeten doen. En het leuke is natuurlijk voor mezelf is dat ik de ervaring dat ik ooit zelf heb gehad als speelster kan overbrengen naar de speelsters toe. En toch in bepaalde situaties een veel dingen kan bijleren. En, want het is toch allemaal voor die meisjes en die jongens allemaal heel nieuw. Dus ik denk dat het leuk is voor ons als trainer dat wij dit kunnen overbrengen naar hun. En als ze in bepaalde situaties zijn, dat we hun toch wel kunnen helpen. En wat is de belangrijkste tip die je meegeeft? Het allerbelangrijkste zou ik zeggen, enjoy tennis. Oh. Blijf van het spelletje houden en je komt er wel. En elke dag opnieuw heb je nieuwe kansen om jezelf te verbeteren. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je investeert om jezelf elke keer maar beter en beter te maken. Oké, dankjewel. Graag gedaan.